Jonathan Reijs trainde maandagochtend gewoon mee met de selectie van PSV. De Braziliaanse spits werd in de wedstrijd van zondag door Fred Rutte buiten de selectie gehouden. Omdat hij in de nacht van zaterdag op zondag door de politie werd aangehouden toen hij met zijn auto van Weert naar Eindhoven wilde rijden. Omdat Reijs zich niet verstaanbaar kon maken, werd hij meegenomen naar het politiebureau van Weert, waar hij getest werd op drankgebruik. Reijs blies bijna 3 keer de toegestane hoeveelheid en moest zijn rijbewijs inleveren. Daarna is de speler huiswaarts gekeerd. Vanwege de slechte voorbereiding op de wedstrijd hield Fred Rutte hem buiten de ploeg. Het is niet de eerste keer dat Reijs in opspraak komt. In januari van dit jaar werd hij door PSV ontslagen nadat hij was betrapt op het gebruik van cocaïne. Eind juni kreeg de spits een nieuwe kans bij de Eindhovenaren. PSV wilde maandagochtend nog niet reageren op de kwestie en eventuele sancties tegen de speler. Fred, mogen we even wat vragen? Nee. Helemaal niks? Geen commentaar. Geen commentaar. Ook Rutte gaf geen commentaar. Hij wil eerst het verhaal van Reijs zelf horen. Lees dinsdag meer in het ED. Thank you.